Goeiedag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een volle maan reading in het teken van Leeuw. Ja, wat betekent dat? De volle maan in Leeuw betekent eigenlijk jezelf laten zien. Creatief zijn, het innerlijke kind naar boven brengen, je power naar boven halen en eigenlijk jezelf echt laten zien, jezelf expressie. Ook staat de zon in Waterman en dat kan betekenen dat er misschien wat conflict en onrust heerst, maar daarbij mag je wel eigenlijk soms misschien wat egoïstisch zijn. En egoïstisch is niet verkeerd als jij je pad wil volgen met hetgeen wat jij wilt gaan neerzetten. Ook wil ik natuurlijk iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd. Voor de aanvragen die ik krijg en de lieve berichtjes en de likes. Ben je nog niet geabonneerd en het lijkt je leuk? Abonneer, het is kosteloos. En daarmee help je natuurlijk mijn kanaal groeien. En zo groeien we met elkaar. En hoe fijn is dat? Ook als je geabonneerd bent of gaat abonneren, druk dan op het belletje, want zo mis je geen reading. Dus ja, ik ga verder met de reading. Ik heb al 2 kaarten getrokken onder de volle maan. Dus en deze 2 kaarten kwamen eruit. Ik heb hier contact. En deze kaart zegt eigenlijk, dit is aarde element. En aarde is eigenlijk jezelf laten zien. Het kan zijn dat jij soms wat onzeker bent in bepaalde situaties. En daarmee eigenlijk vastberaden mag gaan zijn. Er valt hier van alles om, maar dat zien jullie niet. De uitdaging is dus vastberadenheid. Aarde helpt eigenlijk je te relativeren en beslissingen te nemen. En eigenlijk onzekerheden weg te halen. Deze kaart van contact betekent eigenlijk in contact komen met je hogere zelf. Dus eigenlijk belangrijke ervaringen die je hebt mogen leren de afgelopen periode. En daarmee eigenlijk je doel vast te zetten. Dus die ervaringen verklaren eigenlijk op dit moment of in de komende periode waarom jij jezelf mag gaan neerzetten. Dit maakt je ook bewust eigenlijk van hetgeen wat je hebt meegemaakt. En daarmee ook kun je minder angstig zijn. En dus het doel wat jij eigenlijk voor ogen hebt of hetgeen wat jij wilt manifesteren of andere aspecten in je leven, kan voor iedereen weer verschillend zijn, dus ook echt neer te gaan zetten. Dus echt een fundering opbouwen voor jezelf. En het grappige is, vlogen eigenlijk 2 kaarten uit en daarmee kreeg ik ook nog de kaart geboorte. En geboorte staat eigenlijk voor een nieuw plan, eigenlijk een nieuw begin, jezelf neerzetten. Een idee of iets geboren laten worden en daarmee ook eigenlijk het te verwelkomen, maar ook het te verzorgen. En je moet het eigenlijk zien zoals een baby of een plant of noem het maar, een beestje die verzorging nodig heeft, zoals deze kaart eigenlijk ook. Dus de geboorte geeft eigenlijk aan iets te verwelkomen en daardoor te groeien. Te groeien met hetgeen wat jij, of mee te groeien en te verzorgen, hetgeen wat jij wilt gaan neerzetten. En ook aandacht geven. En accepteer daarbij ook dat het tijd nodig heeft. Dus Rome is ook niet in 1 dag gebouwd, zeg ik altijd. Of nou ja, dat zeggen meerdere, maar dat is wel een goed voorbeeld. Dus het plan wat jij wilt neerzetten, of hetgeen wat jij wilt neerzetten, of iets anders waar jij je fundering in wilt gaan bouwen, is het om het vertrouwen te hebben. En daarmee goed dat plan ook te verzorgen of het aandacht te geven. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat is ook zo met manifesteren of met dingen neerzetten. Stapjes nemen, daarmee een fundering bouwen en vanuit daar eigenlijk kleine stapjes omhoog gaan. Zodat het ook verder kan groeien. Zodat er ook dingen op je pad kunnen komen. Waarbij jij dus kan gaan groeien. Ik ga eens kijken wat ik van dit deck mag weten. Wat mag ik nog meegeven?
met de energie die hier ligt. Ja, prachtig. Over groei gesproken te hebben. Calling cards from heaven. Ja, groei. Ik zie een libelle. Ik zie een vlinder. Ik zie een lieve hisbees. Ik zie een veertje. Wauw. Echt prachtig. Dus geven en nemen. Dus verzorgen. Dat voel ik eigenlijk. Ga eens kijken wat deze kaart mag betekenen. Ja, eigenlijk zegt dit van het universum geeft je ook steeds tekens. Mocht jij iets willen neerzetten, dat jij op het goede pad bent. Dus let op tekens. Spirit zegt eigenlijk, wij sturen je steeds liefdevolle berichten. Of let op tekens. Of bijvoorbeeld als je iets op Facebook ziet of op de radio. En ik zeg dit vaker, maar het werkt echt zo. Voor de mensen die nog niet weten wat manifesteren is, let op kleine tekens. Want je wordt gesteund, mits jij daar natuurlijk ook oog voor hebt. Dus let op details in jouw leven, dat is heel erg belangrijk. En daarmee kun je ook op één lijn komen met het pad waar jij ingaat. En misschien voelt soms iets niet goed, maar ook dan krijg je dus tekens. Dus voel voor jou of als je wel iets moois ziet of niet, dat je denkt, oh dat voelt akelig, zoek het op wat dat betekent. Want daarmee kan je dus je intuïtie ook aftunen op spirit en op deze situatie waar je in zit. Het is belangrijk om dus daarmee ook te weten dat jij in het moment mag gaan leven. Dus het verleden eigenlijk achter je laten, want die kaart ligt hier niet voor niks geboorte. Dus een nieuw pad eigenlijk, een nieuwe cycle, een nieuw iets wat jij mag gaan aannemen. Misschien een wedergeboorte, misschien een geboorte vanuit jezelf, waarbij jij jezelf mag gaan laten zien. En dit is echt wel een thema wat ik steeds eigenlijk heb in mijn readings. Dus dat gaat ook niet over één nacht ijs. En dat zag ik natuurlijk ook al van die kaart van... Het is niet zo dat je als een plantje zaait dat er morgen in één keer een boom in je tuin staat. Dat soort dingen. Maar als je het met liefde verzorgt en als jij iets wilt manifesteren of iets wilt verwezenlijken, hoe groot het ook is. Want mensen hebben vaak beperkende gedachten en dat is iets wat je los mag gaan laten. Dus geloof ook echt in je eigen power. En daar staat een leeuw ook voor. Hè? Een leeuw die kan dat, die zet stappen, die is intuïtief, die weet hoe die iets moet neerzetten. Mits daar wel actie bij wordt ondernomen. Want een leeuw kan soms veel zeggen. Heeft natuurlijk een groot ego. Maar de leeuw, als die misschien een schopje onder zijn of haar kont krijgt, dan kan dat ook verwezenlijk worden. En dat is wel de energie nu. Dus echt die krachtige energie van loslaten en een nieuwe wedergeboorte. En daar ook kleine stapjes in nemen. Dus dat is heel mooi. En het zal je ook heel ver brengen. Dus let ook echt op deze tekens die jij op je pad mag gaan krijgen de komende periode. En misschien heb je ze al gehad. En was dat ook een teken van ga ervoor. Wees niet onzeker. Kom in contact met je hogere zelf, met je intuïtie. Want dat is echt heel belangrijk deze tijd. En eigenlijk altijd, hè. Maar meer aftunen vanaf dit moment en daar ook op gaan vertrouwen. Dat is een beetje wat ik voel. Wat mag ik ontvangen van de tarotkaarten? Wat is de energie waar de focus op gelegd mag worden? Ja, nou ja. Over een nieuw begin gesproken te hebben. De Ace of Pentacles. Dus wil je iets creëren, dan is het nu de tijd. Want er wordt iets aangeboden vanuit Spirit. Er is een pad wat klaar voor je ligt. Je hoeft alleen maar hier doorheen te gaan. En ook het te voelen dat het voor jou bestemd is. Dit kan op materialistisch gebied zijn, op werkgebied of op liefdesgebied misschien. Maar dit is wel een kans wat je gewoon aan moet grijpen, zegt Spirit. Pak die munt, pak hetgeen wat je eigenlijk voelt in je energie. Want er is waarschijnlijk iets wat jij heel graag wilt gaan manifesteren. Wat tot een succes kan leiden. Wat is... Ja, met de King of Pentacles. Wauw. Ja, de King of Pentacles is echt iemand van materie. Dus
Waarschijnlijk wil je iets gaan neerzetten, iets voor jezelf of een zaak openen. Of dit is echt een zakenman, dit is iemand die weet wat hij wil. Dit is geen leeuwenergie, maar dit is wel iemand die een koning is. En een koning is iemand die alles kan neerzetten. Die weet gewoon hoe hij dingen moet fixen, om het zo maar te zeggen. Die weet, en het is mannelijke energie, hè, maar voor de vrouwen kan het ook betekenen dat je meer in je masculine energie mag gaan zitten. Dus meer voor jezelf opkomen. Want we hebben gewoon powervrouwen ook nodig, hè, in deze maatschappij. Die ook gewoon de zaakjes op orde hebben. En die ook gewoon financieel onafhankelijk kunnen zijn. Die een eigen zaak kunnen hebben en daarmee gewoon verder kunnen manifesteren. Dus er is iets wat op je pad kan gaan komen, waar jij jezelf in mag laten zien. Dat je trots mag zijn op wat jij gaat bereiken. Met onderop de kracht. Oeps. Ja, het kan zijn dat jij uit keuzes mag komen. Hij lag omgekeerd, dus op zich is dat niet heel erg. Maar het is wel een energie van dat je soms niet weet welke directie je in moet. En dat is dus precies wat Spirit jou wil geven. Een calling from heaven. Iets wat, waar jij je focus op mag gaan leggen. Want het kan zijn dat je... hoe moet ik het zeggen? Dat jij meerdere opties hebt gehad. En dat je niet goed wist welke keuze je moest maken. Omdat er te veel op je pad is gekomen waarbij jij een keuze had. Maar ik voel eigenlijk aan deze energie dat je dat mag gaan loslaten. Dus er is geen illusie zolang jij ook niet die illusie ervaart. Dus Spirit zegt eigenlijk, let op die tekens. We geven je heel veel tekens. Let daarop, want er is zoveel transformatie, zoveel groei, zoveel tekens die wij jou willen bieden en weer een hand. Hè? Dus Spirit zegt eigenlijk, pak die kans, want er is geen illusie meer. Je weet heel goed wat je wil, alleen je moet niet blijven dagdromen en denken dat het niet haalbaar is. Maar geef het verzorging. En wat gebeurt er dan? Wat die verzorging, wat moet ik daarvan weten? Oeps. Ja, nou ja. Spirit zegt, ga meer gebruik maken van je innerlijke. Sluit je niet af, doe die blinddoek af. Want je moet, of moet, zou contact met hem moeten maken met ons, met Spirit, met het universum. Om dus te krijgen wat je wilt. Dus sluit die confusion af. En ik zie dat je daar wel mee bezig bent, maar toch af en toe denk je, hoe komt het? Hoe zal het gaan? Welke keuzes moet ik maken? Dat weet je voor jezelf. Je weet voor jezelf welke keuzes jij mag gaan maken. En daarmee hoef je alleen maar naar binnen te gaan. Dat is eigenlijk wat deze kaart zegt. En Spirit zegt daarbij, kijk, als jij dat gaat doen. Ja, helemaal. Dan gaat de zon schijnen. En het is nu winter, maar de zon gaat schijnen. Jij gaat je innerlijke kind, en dit is prachtig, want het is wel... Eigenlijk ook een soort van leeuwkaart voel ik het. Met die kinderen hier, de krachtkaart staat ook een kindje op, innerlijke kind. Je mag jezelf vrij voelen. Hetgeen wat jij graag wil gaan neerzetten, zet het neer. Want hier schijn ik. Ik schijn het licht op jou. Hetgeen wat jij wilt manifesteren, ren er naartoe. Verzorg het. Hier staan twee kinderen. Die hebben verzorging nodig. Maar daarmee kan jij dus naar die zonneschijn, hetgeen wat misschien voor jou in eerste instantie heel ver weg leek, gewoon realiteit maken. Want het begint bij een begin, hè? En daarmee de verzorging, daarmee structuur en daarmee een stapje voor stapje. Dus niet van 0 naar 100, wat je misschien had gewild en daardoor raak je verward. Daardoor blijf je in die illusie van, ja, maar ik moet zoveel regelen, ik moet zoveel dit... Als je één stapje gaat nemen naar hetgeen wat jij, dat doel wat jij wilt behalen, ga doelen stellen die voor jou haalbaar zijn. Dus ga niet van denken van, oh ik moet dit, ik moet zo, niet 10 taken tegelijk, nee maar één. Gewoon één stap en dan zul je zien dat Spirit jouw tekens ook gaat geven, waarbij jij dus die groei kan ervaren. En daarmee een heel nieuw cycle in kan gaan, een nieuw pad wat tot 100% geluk lijkt. Mits jij daar wel zelf voor kiest. Want het is zo dat Spirit je het aanreikt. Het is zo dat Spirit jou gaat helpen.
Maar het is niet zo dat met deze leeuwenergie jezelf laten zien en heel veel praten, maar ook echt actie ondernemen. Want vuur is natuurlijk actie. En wel actie. En niet passief blijven in hetgeen en besluitloos blijven, maar gewoon een keuze maken zodat het ook eigenlijk verder kan gaan. Ja, nou ja, met de magier. Alle tools in handen nemen, je daadkracht bij elkaar doen om hetgeen te manifesteren wat jij wilt. En wat is dat voor jou? Dat kan voor iedereen weer verschillend zijn. Ik heb hier ook nog de hermiet, dus het kan zijn dat jij in een tijd van isolatie hebt gezeten om jezelf te vinden. Maar het is nu de tijd om dat lichtje wat eigenlijk de hermiet schijnt van buitenaf, of eigenlijk dat pad wat jij hebt meegemaakt, ook te zien als groei. Want door dat pad en die eenzaamheid en hetgeen wat jij hebt meegemaakt, kun jij wel verdere stappen ondernemen. Want dat is jouw levensles geweest. Dat is hetgeen wat voor jou eigenlijk vanuit binnen naar buiten mag gaan schijnen. Nu schijnt het lichtje nog donker misschien. En zit jij op die berg. Maar die berg betekent wel dat je er eigenlijk bijna bent. En daarna weer een stapje terug mag doen en eigenlijk mag gaan afdalen naar hetgeen wat jou heel veel geluk gaat brengen. Mits jij daar natuurlijk wel actie in onderneemt. Want iedereen heeft natuurlijk een eigen wil. Ik kan natuurlijk van alles zeggen en ik kan dit zeggen, je moet dat doen, zus en zo. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is wel tijd om gewoon het geluk te ervaren, om daadkracht en woord bij daad te doen. En dit is weer een masculine energie. Hè? Dus voor de mensen die veel te veel in een vrouwelijke energie zitten, is ook goed. Nurture dat, maar het is ook tijd om iets neer te zetten. Vanuit de divine masculine kant. Vanuit manifestatie, manifesteren. Hetgeen wat jij graag wilt. Het kan, want het ligt hier allemaal. Mits jij daarvoor kiest, die blinddoek afdoet, niet besluitloos bent en gewoon die cycle doorgaat. En eigenlijk de groei die jij hebt mee moeten maken ook gaat accepteren. Ja, heel verhaal. Mooi, ga eens kijken wat ik nog mag ontvangen van dit deck als laatste boodschap. Spirit heeft een plan. Nou, dat zag ik al. De koala, prachtige kaart. Ik zal hem even beter laten zien. Ik ga hem even voorlezen. Nummer 26, Spirit heeft een plan. Mocht deze reading resoneren, laat het me weten. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revibestro.nl. Staat onderin de beschrijving, staat het adres. En ik ga eens kijken. Nummer 26. In de natuur beweegt de koala zich langzaam door de takken en de eucalyptus, op zijn gemak lauwend op de bladeren. Hij herinnert er ons eraan dat het leven geen race of wedstrijd is. Wanneer je elke afleiding najaagt, kan het je weerhouden van het zien van de waarheid. Alles wat nodig is, heb je al. En Spirit staat altijd klaar met meer ondersteuning. Er wordt van je gevraagd om erop te vertrouwen wanneer je het langzaam doet. Ja, wat ik al zei, babystapjes. En jezelf overgeeft aan een kracht die groter is dan jezelf, met de overtuiging dat er overal overvloed is. Je zult kunnen ervaren dat wat je graag wilt, realiteit wordt. Ja, ik hou hiervan. Als het tijd neemt om rustig te genieten van alle rijkdom die je al tot je beschikking hebt en staat, begin je de vreugde van overvloed die je zoekt uit te stralen. Deze kaart helpt je om geluk, plezier en tevredenheid te ontdekken. Alle geschenken die je nu en in de toekomst al van jou zijn. Heb vertrouwen in het plan dat Spirit heeft voor jou. En weet dat je geliefd en gekoesterd bent. Ja. Wat ik al zei, dus niet van 0 naar 100, maar kleine babystapjes, het verzorgen, hetgeen contact maken met je innerlijk en je niet afsluiten en niet twijfelen. Want daarbij, als jij jezelf vrijmaakt daarvan, dus keuzes gaat maken, al hoe klein ze ook zijn, dan zul je zien dat je dus tekens krijgt. En ik zag hem al. En eigenlijk is dit een beetje een dubbele boodschap, dat je hoeft niet van 0 naar 100, maar als jij kleine stapjes gaat zetten,
Spirit is er voor je. En Spirit gaat je helpen. En waarschijnlijk heeft Spirit dat al gedaan. Heb je misschien niet. Vertrouwde je er niet in? Omdat soms mensen denken van ja, maar dat is veel te hoog gegrepen. Of dat is veel. En dat zijn allemaal negatieve gedachten die je weg mag gaan. Weg mag doen. Uit die confusion. Stapjes gaan nemen. De zon schijnt voor je. Die cycle ligt hier klaar om dus een nieuw avontuur, een nieuw pad in te gaan. Om dus al jouw ervaringen die jij al hebt meegemaakt. En daarom ben je misschien onzeker. Maar door die ervaringen kan jij wel verder komen. Kan jij alles creëren wat je wilt. Want je hebt die ervaring al in je. Het is tijd om ze naar buiten te brengen en ze te laten zien. En vertrouw en geloof daarin. En ga het opschrijven. Ga een moodboard maken. Ik zeg het vaker, maar dat helpt. Want zodra je dat gaat visualiseren, voel je die energie. Voel dat die energie, als jij dat zoiets wil gaan bereiken, met dat kleine stapje, hoe jij je dan al voelt. Want dat zend je uit naar het universum. En dat is energie. En energie rijdt heel ver. Alleen je moet er wel in geloven. En dat is wat ik je wil meegeven. Geloof in jezelf. Laat jezelf zien. Je mag misschien egoïstisch zijn, maar dat doe je wel voor een hoger plan. Misschien voor het collectief of voor hetgeen wat ook anderen misschien verder gaat helpen. Of misschien voor jezelf. En dat is ook niet erg. Voor iedereen kan dat verschillend zijn. Maar dit is wel iets wat zoveel groei gaat me opleveren. En je verdient het. Iedereen verdient het om gelukkig te zijn. Iedereen verdient het om iets vanuit passie en liefde te doen. Dus dat is wat ik je wil meegeven. Dit is de energie van een volle maan. Ik wens jou al het goeds in dit proces, of in deze, want het zijn prachtige kaarten. Let wel. En maak er gebruik van. Dat is het wat ik je mee wil geven. Ik wens je al het goeds. Ik hoop je snel weer te zien in een andere reading. Wil je meer van mij weten? Ga dan naar mijn website of een persoonlijke reading. www.revibesro onder in de beschrijving. Like, deel desnoods deze video. En tot snel. Doei!